Beste kijkers, ik begin met een beeld van mensen die mij hebben geholpen. En ziet u hier geen zee meer min, een zee meer man. En dat is een redder uit Bretene die telkens de vrijdag in het water ging om met een emmer daarin de thermometer te steken en de temperatuur van het zeewater te bepalen op manshoogte, ziet u wel. U ziet hoe keurig dat het allemaal wordt gedaan. Maar schakel nu over naar onze bewegende weerbeelden om te zien hoe het weer evolueerde. En als we gisteren kijken, dus om GMT 3 uur, dan zien we hier die wolkenband die in onze omgeving blijft, waarbij zich nog een tweede storing heeft ontwikkeld en ronddraaide en het westen van het land vrij droog liet, maar in Midden-België en in de Ardennen vrij veel regen viel, ook met onweders. En dat verplaatst zich nu naar Duitsland toe. Wij komen in dat tussengebied wat nog een tijdelijk droog weer heeft, maar wat u daar ziet is weer een aanwijzing dat we zaterdag later op de dag tot zondagmorgen met veel bewolking en waarschijnlijk weer wat regen moet rekening houden. En dat ziet u zeer goed op de visuele foto. Ik kijk goed naar het dikke wolkendek ten oosten van ons. Er waren dus droge Belgen en er waren dus natte Belgen. En hier ziet u nog enkele onweers. En vandaag niet eens de weerkaart niet geprojecteerd, want die komt nu eens later. Maar schakelen over naar de weerstrip. En op de weerstrip in Redding heeft men de volgende berekeningen voor u gemaakt. Eerst en vooral voor morgen zaterdag. Dan ziet u dat we wel aan de rand van een hoge drukgebied leven, maar dat die storing die daar zat zich toch infiltreert en het tweede deel van de dag ons zou moeten bereiken. U moet ook opletten dat op dit ogenblik de straalstorm nog altijd dicht bij ons is en heel goed weer kunt u daar niet mee krijgen. Dus eerst droog en dan wat natter. Regenhoeveelheden zijn nog moeilijk te bepalen. U ziet altijd de windrichting en de windsterkte en ook minimum en maximum voor u. Schakel over naar zondag. Zondag zou dat storing dan voorbij zijn getrokken, maar we blijven hierin. Dat betekent dat het zondagmorgen vrij mistig kan zijn, opletten voor het verkeer, en dat nadien in de loop van de namiddag het eventjes zou uitklaren. De temperaturen kunnen dan oplopen hier voor Ukkel tot 23 graden. En als we dan naar maandag kijken, dan zien we dat die storingen weer komen. We komen weer in de nabijheid van die wolkenvelden met weinig neerslag, maar de aangevoerde lucht is dus warmer, 24 graden, en het zou er eerder droog dan nat moeten worden. En dan kijken we naar volgende week. Inderdaad, als we dan verder, dan breidt de hoge drukzone zich uit. Maar eerst zitten we nog in een noordcirculatie en dat betekent vochtige lucht van over de Noordzee, dus weer veel mist 's morgens en 's namiddags opklaren. De temperaturen vallen weer terug naar 21 graden en aan de kust iets lager. Kijken we naar de volgende dag, en dat is dus woensdag, het hoge drukgebied breidt zich verder uit, dus verbetering van het weer. En u zult zien dat de temperatuur nog altijd 20 graden halen. De windkracht is niet zo erg, maar als de laatste weerkaart juist is, en dat is dan donderdag, dan zien we op dat ogenblik dat deze hoge drukzone heeft uitgebreid, dat de straalstroom zich verwijdert, en dan zouden we weer van een weersverbetering kunnen spreken met meer zon. Wat verwachten wij? Dat zullen we trachten uit te beelden als volgt. Eerst vooral een zuidwestenwind van het drogere dat nu aanwezig is in het westen van het land en nog droog moet worden in het oosten, schakelen na ochtendmist of nieuw over naar vrij droog weer morgen vroeg, om dan wat natter te worden in de namiddag bij temperaturen die gaan tot 22 graden voor het land. En zondag en maandag draait na de doorgang van deze storing de wind naar het noordwesten en van het natte en het ochtendmist zouden we dan naar droger weer moeten overschakelen in de namiddag. En als dat zo is, dat de zon er doorkomt, 25 graden. En als dan dinsdag en donderdag bekijken, is het eventjes een noordenwind, wel zwak, maar vochtige lucht van over de Noordzee. Ochtendmist speelt een rol. En van 's morgens bewolking en mist over naar zonnig weer met temperatuur rond 20 graden. Kunt u aan sport doen? Inderdaad. We zien op dit ogenblik dat de mogelijkheden voor het zweefvliegen beperkt zijn voor zondag namiddag, lokale vluchten en driehoeksvluchten van 200 kilometer. De windkracht die vermindert ook van 3 naar 5 naar 2 op 4 op zee. De zee wordt dus gelijkelijk golvend. De surfers 2 à 3, wat niet veel is. De wind draait tijdens het weekend van zuidwest naar noordwest. Maar voor de valschermspringers zal er wel bewolking zijn en soms mist. En voor de amateurastronomen ook te veel bewolking. Er is geen temperatuursinversie en de zonneflux was 290. Benedenlopen zijn bevaarbaar voor de kajak. En 27 kubieke meter per seconde was het maatdebiet. En u ziet daar weer staan Bretene 18,8. En u weet hoe dat nu gemeten wordt. En nu ga ik 37 jaar terug. Zo begon ik met de weerkaart van Europa te tekenen. Met gewone schminkstokken, u ziet in het zwart, de storingen en de richting van verplaatsingen worden erop vermeld. En dat is nu voorbij, met die onweders. En wat ik nu teken, dat moet nog komen. En dat zou voor morgen zaterdag zijn,
tweede deel van de dag. Met koude en warmtefronten. Verbonden aan een lage drukgebied, zowel ten noorden van Schotland als ten westen van Ierland. Maar ontbreekt nog iets natuurlijk, en dat was altijd het wit, dat zijn de hoge drukgebieden die zich gaan uitbreiden naar ons land en boven Centraal-Europa. En u ziet dat ik altijd reliefletters heb getekend. En als u nu die kaart ziet, dat doet me toch aan iets herinneren. Want 37 jaar geleden begon ik met die schminkstokken zwart en wit, maar op een bepaald ogenblik verdween dat en ik heb hele tijd met rouge bij zee getekend. En dat was een van de mooiste periodes in mijn weermanloopbaan. En nu is het tijd om van u afscheid te nemen. Wacht daar maar. U hebt iets enorms gerealiseerd. 37 jaar weerbrug, het een al beter dan het ander. Maar u wordt vervangen door 3 mannen en 1 vrouw. En er komt er nog 1 bij, dus een ploeg van 5 man. En u was een zeer goede opleider voor ons, een zeer goede prof, maar ook een zeer strenge. Wel, wij vinden dat het nu tijd is dat wij eens de vragen stellen aan u. Ah, doe maar. Als jij blauwe hemel voorspelt, wat mogen de mensen daar dan in verwachten? Zon natuurlijk, hè. Oh, ja. Oké, dat is juist. Oh, ja. En met zo zonnig weer nat of droog? Oh, meestal droog. Nee, fout daar, Mo. Weer of fout? Je ziet, je bent nooit te jong om te leren, alsjeblieft. Oh, ik heb al veelmaal trachten te voorspellen. Het is nooit uitgevallen, hè, want niets is zo droog als nat weer te voorspellen. Goedenavond, beste. En dank u wel. En dank u, kijkers. En dank iedereen voor die 37 jaar te volgen. En ik geef alles over aan mijn opvolgers die het even goed zullen doen. En ik hoop dat jij hen ook 37 jaar zult volgen. Goedenavond. Dank u wel. Bye-bye, my love, goodbye.